Welkom op KFC ITV met deze week een verslag van de wedstrijd KFC Isehem BS Poperingen. En we hebben extra aandacht voor de jeugd vandaag. Alle jeugdspelers kregen lekkere pannenkoeken. We lieten enkele jeugdtrainers en supporters aan het woord. En U14-speler Thibaut deed een interview met trainer Peter De Vos en Stefan Verhoten. Veel volk op het terrein bij aanvang van de wedstrijd tussen KFC Isehem en Poperingen. Naar aanleiding van een jeugdactie vormden de KFCI onderbouw een erehaag voor beide elftallen. Isehem kan niet rekenen op de geschorste Olivier en de geblesseerde Van Dille. De wedstrijdbal werd geschokken door Tom Sintoming, Café de Korenmarkt en de NVA Isehem. Trainer Peter De Vos was eveneens geschorst en zag van op de tribune dat Poperingen de eerste doelpoging op zijn naam schreef. Even later opnieuw Poperingen. Een doelman Verhoten moet voor een eerste maal tussenkomen. We kregen in de beginfase een bijzonder matig Isehem te zien en Marier probeert het van op zeer grote afstand. Een nieuwe stilliggende fase en het is ditmaal Van Doorne die overtrapt. De eerste helft verliep zeer gesloten en ook Poperingen probeert het tweemaal van op grote afstand. 10 minuten voor rust, een leuke actie van Verzeelen die voorzet naar Kogge die naast komt. Na een zwakke eerste helft hadden we rusten met een 0-0 op het bord. We kregen in het begin van de tweede helft een beter Isehem te zien en het trekt Poperingen meteen tegen het einddoel. Hoekschop Marier, die het nogmaals mag overdoen. En Kogge kan net niet bij de bal. Vrije trap Isehem en wederom wordt overgekopt. Poperingen kreunt onder de druk, hoekschop en Labi kopt ditmaal over. Isehem duidelijk op zoek naar het openingsdoelpunt. Mooie doorsteekpas naar hier. En de witte zalle trap naast. Tegenprik Poperingen. En Verhoten moet uitpakken met een schitterende redding. Na 10 minuten spelen in de tweede helft maakt ex-FC Utrecht-speler Stefan Tange zijn opwachting. Toch blijft Isehem de dominerende ploeg. Verzeelen kan oprukken met de bal. Speelt Kogge mooi vrij en Witte Zalen kan afwerken voor open doel. Isehem op een 1-0 voorsprong. Isehem drukt nog even door, harde knal Marier en Witte Zalen plaatst nu voor open doel naast. Poperingen dreigt via vrije trap, Verhoten brengt redding. Nogmaals Isehem. Kogge kan net niet bij de bal na een dubbelpas met Marier. Nog 8 minuten te spelen, Poperingen mag doorgaan randje buiten spel. En het is topschutter Farazijn die de 1-1 tegen de netten kopt. De beste kans is echter nog voor Isehem. Een diepe bal. Witte Zalen speelt hem mooi vrij, maar plaatst de bal naast de doel. Isehem kent nog pech in de slotminuut wanneer Marier tegen de paal kopt. En het krijgt nog bijna het taksel op de neus. Bij een tegenprik van Poperingen. Doelman Verhoten kent achter geen problemen met het zwakke schot. Eindstand 1-1. KFC Isehem is bijzonder ontgoocheld door de late tegentreffer, waardoor het vergeet de jeugdsupporters te handgroeten. KFCI doet nogthans een goede zaak. Door het verlies van de Maaldert neemt het nu 5 punten voorsprong met nog 3 wedstrijden te spelen. Als Isehem volgende week op het veld van Wingene beter presteert dan Maaldert en Ipper, kan het de kampioenstitel vieren. Bart, vandaag hij was met pannenkoek? Ja, morgen vandaag. Morgen jongens een keer even verrassingsgetrek tegen komen. Dus we bakken pannenkoek niet. En hoeveel hou je daar zo bak? Ja, 500 pannenkoek ongeveer. Hè. Dus voor iedere kind die komt en die de kleur dan heeft, 2 pannenkoeken. Mooi. 500 pannenkoeken, maar wat kan je zo van die? Van die?
13 kilo bloemen, 20 liters melk, 15 liters water in, en wat suiker, wat is suiker in, en vele drooien in. Niks. Ja, wat gaan we dat zijn? Pak preetje over, en ik denk tot een bandje, en preetje bakken een beetje in. En de rest van de familie, elk wegdrogen, elk dier maken. De pannenkoek moet nog buiten gaan koelen, want anders komen ze niet west in, zo'n plan worden. Dus dat is een beetje een keer organisatie. Eindelijk zo we kunnen de markt gaan staan. Ja. En aan je buksje te zien, zie je dat je zoek maar lust eigenlijk. Hey, het zijn hele lekkere pannenkoek, hè? Maar ik weet dat hier van bier is, dan gaan we pannenkoek naar buksje. Dat is de KFC-ziekte. Ja, doe het. Ja, doe het. Wat, hè? Mijn tank aan mijn dochter, hè? Maar het zat er wel op, hè? Ja, we staan hier met enkele jeugdtrainers. Graag de mening van de wedstrijd. Jurgen, trainer van de U10. U11. U11. Zeer zwakke wedstrijd. Maar onthoofd. Onthoofd in de wedstrijd. Zie je nog kans voor iets vandaag? We gaan nog winnen. Maalderd staat voorlopig op achterstand. De titel komt steeds dichterbij. Vandaag gaan ze winnen. 1-0.
1-0. Ja. Toch een optimist onder onze trainers. Ja, we hadden meer Wim en Dave. Dave, mening van de wedstrijd. Het zit goed op slot, dus ik denk dat het doelpunt uit de lucht gaat vallen. Hopelijk voor Riesenhem, maar het doelpunt zal uit de lucht vallen. Okay. Wim? Wat op zijn domst gezegd, het is een van de mooiste wedstrijden dat ik al gezien heb. Echt wat ik. Ja, en wat zou er moeten veranderen bij Riesenhem? Lekker dan wij zijn tegen de jongens, meer open spelen. Niet zo centraal, kantelen, goed kantelen. Ja. En meer pressing dan van voor. Voilà. Dat is de mening van de jeugdtrainers. Wanneer ik kijk naar de supporters nu? Laat meer een van onze jeugdsponsors. Kom maar, hey. Reclam. De mening van de wedstrijd. Graag uw mening van de wedstrijd. Het zit niet sterk in. Speel niet goed. Niet sterk genoeg. Maar voorlopig doen we een goede zaak. Hier is het gelijkspel, maar we staan op achterstand van het moment. Ja. Ja, zo moet een beetje meer punch inbrengen in de ploeg. Voilà. Dat is een van onze sponsors. Ja. Hey? We hebben een van onze ploeg afgevaardigden. Ja, Mario, zeg ik. Is voor de ding, is voor de Playboy of wat netjes? Het is voor KFC ITV. KFC ITV, ja. Kijk, wij dat de beste mee gewend, maar we hebben nog niet te veel gezien. Hè? Ja, toch gaan we winnen of niet? We gaan zeker winnen. Toch gaan we winnen. Ja. Zijn hier allemaal optimisten? Optimisten, dat is. U 17 speler? Ja. Met een pannenkoek? Hoe zijn de pannenkoek? Heerlijk. Heerlijk? Ja. Zoals KFC is, hè? Heerlijke pannenkoek. Ja. Ik heb een andere vraag. Die Eclair zijn gestaan. Wordt dat goed of wordt dat niet goed? Denk ik niet. Denk het niet. Ik ben niet overtuigd van de spelers. Goedenavond, het is duidelijk beter. Trainer Peter de Vos, zou u een analyse willen doen van de wedstrijd? Ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd was. Ik denk dat je daar een aantal factoren voor hebt. Dat is één, dat is het terrein. Ik denk dat we op een heel slecht terrein gespeeld hebben vandaag. Dat is al een handste jaar, maar goed. Ja. Ik denk dat het op het einde van het seizoen nog slechter en slechter wordt. Dat is één. Twee, dat je tegen een ploeg speelt die komt voor een punt. Het systeem ook. Bij de ploeg hetzelfde systeem. En dan speel je 1-1 overhands veld. Ook een beetje de wind. Maar goed, ja, dat waren drie factoren die het moeilijk maken. Dan kom je voor 1-0. Dan krijg je nog, denk ik, twee goede kansen op 2-0. We hebben dat nagelaten. En dan op het einde, bijna op het einde, krijgt Poperingen nog dat doelpunt. Misschien niet volledig onterecht. Maar goed, ja, ik denk dat het belangrijkste is van die speeldag, is dat je terug winnaar bent van die speeldag. Zeker op mentaal vlak. Als je weet dat dat Meldert verliest, dat Gent Zeehaven verliest en dat Ieper een punt pakt, dan ben je nog altijd op mentaal vlak de winnaar van de speeldag. En ik denk dat we moeten onthouden. We zijn nog drie wedstrijden voor het einde van de competitie. En het voordeel dat je nu hebt, is dat je volgende week een goed resultaat neerzet, dat je kampioen kunt spelen. En dat is belangrijk. We winnen misschien wel niet, maar we pakken een punt. Maar het verlies, dus we doen een goede zaak. Ja, like dat ik vertelde, ik denk dat het op mentaal vlak heel belangrijk was. Ja, natuurlijk super geweest, moesten we vandaag gewonnen hebben. Maar we wisten op voorhand dat Poperingen niet de gemakkelijkste ploeg was om tegen te spelen. Volgende week moeten we naar Wingen. En volgende week moeten we een goed resultaat neerzetten. En dan is het wachten tot 16:45 wat dat Melder doet. En als Melder steken laten, dan is het gespeeld, denk ik. Ja, goed. Het is jacht. Dat is goed. Niet te dicht geven, minder. De keeper van de eerste ploeg, Stefan Verhoten, niet zoveel werk gehad, maar toch dat één doelpunt. Ja, het is een beetje frustrerend als doelman dat je al een paar keer in de laatste 10 minuten dat doelpunt tegenkrijgt en daardoor punten verliest. Dat is een beetje de trend van de competitie. Dus bobo, we hebben toch nog een punt in de wacht gesleept, dat is nog goed. Geloven jullie nog in het kampioenschap? Ja, we moeten erin geloven. Ik denk niet dat we staan op drie wedstrijden van het einde. Laat staan dat we volgende week naar Wingen moeten als wij daar misschien een goed resultaat kunnen neerzetten, wetende dat Meldert naar Poperingen moet, dan kan dat misschien voor ons al het volgende week wel het kampioenschap opleveren. Oké, dank u. Oké, okay.
Tot slot de kalender voor volgende week. Op vrijdagavond 20 april om 20 uur spelen onze beloften een thuiswedstrijd tegen VC Wingenen. En op zondag 22 april speelt het eerste elftal op het veld van de Wingenen. Indien KFCI beter presteert dan Maaldert en Ipper, is het kampioen. En we geven nog mee dat op vrijdag 27 en zondag 29 april een etentje wordt georganiseerd in de kantine ten voordele van KFC Isehem. Alle info is te vinden op de KFC Isehem website. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.